om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan Zijne Majesteit de Koning. Ik doe dat met spijt in maat. De schorste vergadering voor enkele ogenblikken. Mijn tweede vraag is... Ik schors de vergadering. Uit de buurt. De rechtsstaat heeft gefaald. Inderdaad, ongekend. En ik worstel hier al geruime tijd mee en ik kan het ook niet van me afzetten. En daarom heb ik besloten zelf per direct uit het kabinet te stappen. Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta er pal achter voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta. Voor de mannen en de vrouwen die in de frontlinie staan. En om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn en op ons rekenen in veiligheid te brengen. Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Ik heb mijn partijleider en de minister-president laten weten dat ik daarom Zijne Majesteit de Koning zal vragen mij ontslag te verlenen.